27 recreatieoorden in Para goedgekeurd. Districtscommissaris Armand Jurel van Para heeft het recreatieoord Palulu Camping voorzien van een goedkeuringssticker. Volgens rapportages van veiligheidsdiensten heeft deze oordhouder zich aan de voorwaarden gehouden welke gelden bij het exploiteren van een recreatieoord. In het voortraject naar de goedkeuring toe zijn afspraken gemaakt met oordhouders voor de veiligheid van de bezoekers en de hygiëne op het oord. Vandaag hebben 27 exploitanten van recreatieoorden hun toestemming en goedkeuring ontvangen. Deze oorden zijn door het traject van controle op naleving van de geldende voorwaarden gegaan en er is voldoende bewezen dat zij de veiligheid van hun bezoekers kunnen waarborgen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.